Ruud, 25 jaar, werk van alles en niets, overgevoelig. Om eerlijk te zijn, als ik de naam Jason Robert Brown hoor, ren ik normaal gillend weg. Maar vandaag ben ik juist enthousiast naar Tilburg gereisd, want Florence en een paar vrienden voeren binnenkort Jason Robert Browns eerste voorstelling op, Songs for a New World. Gaat er voor mij ook een nieuwe wereld zich openbaren? Ga je mee? Songs for a New World doen. Roos, 27 jaar, in een relatie, beroep freelance zangeres, wispelturen. We hebben nu eerst een kleine pitch om wat materiaal uit te proberen en hopelijk wat meer partijen enthousiast te maken. En hopelijk aan boord te krijgen van ons Songs for a New World schip. Je hebt nu twee keer hopelijk gezegd. We zijn ontzettend enthousiast en we hebben wilde plannen. Maar ja, hè, er moet ook geld binnengesleept worden. Ja. Dan keert de tijd. Florence, 23 jaar. Eeuwige vrijgezel, beroep freelance artiest, allemansvriend. Uiteindelijk heb je toch nog andere partijen nodig. Je kunt zo'n groot product als dit, een kleine productie, maar toch wel een groot Amerikaans product, kun je niet zelf financieren. Daar hebben wij gewoon geen. We hebben ook ondernemerschap gekregen en daar wordt ook echt met een paplepel ingegoten. Als het er niet is, creëer het wat je voor jezelf. Gelukkig zijn er al een aantal partijen aan boord die daar ons heel erg in gaan helpen. Maar dat is allemaal een beetje langer termijn werk. Heel spannend. Je hebt geen idee hoe je zeilt op volle zee, op een soort ontdekkingstocht. Ons doel is om in 2014 een tour door Nederland te kunnen doen. Hedwig, 24 jaar, bezet, vooral zangdocenten, naïef. We willen gewoon de tijd nemen om het stuk goed tot ons te laten komen en erin te groeien. En ook meerdere partijen aan ons te kunnen laten binden. Jullie zijn dus al een tijdje bezig om dit aan de mens te brengen. Valt het mee? Valt het tegen? Het valt tot nu toe eigenlijk heel erg mee. Ja. Het is wel hard werken. Het is hard werken, maar ik heb het idee dat onze energie en onze bevlogenheid, zoals mensen het wel noemen, aanstekelijk werkt. We hebben ons netwerk, al onze netwerken ingezet eigenlijk. En iedereen die we er over contacten, die zei of meteen, oh leuk, ik ga erin mee. Of zeiden, kom even een keertje kletsen, we doen een kop koffie. En was dan eigenlijk overboord. Zeg ik dat goed? Nee, aanboord. Nou. Ik sta in het foyer in het theater in Almere. Loop naar de producenten en zeg, Wil, ik neem ontslag. Het stuk is natuurlijk fictie, maar ik hoor tussendoor toch persoonlijke bekentenissen van jullie. Ja, dat klopt. Jij hebt het over je zelfgekozen ontslag bij Jeans. Ja. Was dat zo'n cruciaal moment in je leven? Nou ja, best wel eigenlijk. Want het is gewoon nu een moeilijke tijd. Dus dan is het heel raar. Het voelde heel onnatuurlijk om te zeggen, ik stop. Terwijl iedereen om me heen werkloos is, werk zoekt. En af en toe wel echt een beetje in geldproblemen zit. Dus dat voelde wel een beetje raar en heel eng, doodeng. Maar ik voelde wel dat ik het moest doen voor mezelf, voor mijn eigen ontwikkeling. Ik had het 3 seizoenen gedaan, 3 seizoenen fantastisch gehad, leuke mensen, veel ervaring opgedaan, plezier gehad. Maar weet niet, er klopte gewoon iets. Er was een verlangen in mij wat meer wilde en wat andere dingen wilde. En ik heb de sprong durven wagen. Hear my song. It'll show you the voor New World gaat over het nemen van cruciale beslissingen. En is vooral een voorstander van tegen alle beter weten in echt je hart volgen. Ja.
na die beslissing om weg te gaan uit Jeans, denk je achteraf dat je de juiste beslissing hebt genomen? Ja. Ja, ik ben toen ook inderdaad bij de première geweest en dat voelde gewoon echt goed. Ik was trots op iedereen en ik kon daar gewoon genieten in de zaal. En dat voelde gewoon goed. Ik heb een tijdje echt iets heel anders gedaan. En ik had voor mezelf zoiets bedacht van oké, ik wil binnen het jaar wil ik gewoon alles op de rit hebben. En gewoon mijn geld echt verdienen met zang en theater en dat. En nou ja, dat is gelukt. Ruud, 25 jaar. Werk van alles en niets. Overgevoelig. Mijn cruciale beslissing, letterlijk waar heel Songs for the World over gaat. Je hebt het zelf heel mooi beschreven net. De keuze voor je hart. De keuze voor wat wil ik. En de keuze voor... wat grappig is hoe dat dan werkt. Want als je daar die keuze voor maakt, kun je dat ook het beste. Op een of andere manier. Dus ja, daar is dit een heel groot onderdeel van. Want dit komt echt ook vanuit mijzelf. Ik bedoel, ik ben nu ineens halve producent ook. Mensen die ik spreek die aan het studeren zijn of pas hebben gestudeerd, lopen altijd weg met of Stephen Sondheim of Jason Robert Brown. Ja. Tot mijn ergernis toe, leg jij, vriend van me, wat ik daar toch moet vinden in Jason Robert Brown? Dit is het eerste stuk wat hij ooit schreef. En dit is een stuk wat grappig genoeg aansluit bij waar wij het voor doen. Hij heeft dit volledig vanuit zijn eigen passie geschreven. Volledig hoe hij zou willen dat het stuk is. Vandaar dat het natuurlijk ook geen monsterhit is geworden. Maar vooral bekend is op muziektheaterscholen eigenlijk. Omdat het gewoon zo ingenieus in elkaar zit. Muzikaal en eigenlijk bijna niet commercieel gedacht. Het is echt gewoon fantastisch om te zingen. Hij daagt je uit. Alle vier de vocalisten zitten totaal op hun max. En bijna het hele stuk lang. Dus zowel laagte als hoogte precies in het bereik. En ook alle muzikanten worden heel erg uitgedaagd. Omdat ze, ja, het is echt wel pittige muziek. Ja. Just like before and I'll be flying home. Ik hang aan je lippen, maar je bekijkt het eigenlijk vanuit het perspectief van jullie. Ja. De uitvoerende. Oh, ja. Wat hebben wij eraan? Wat hebben jullie eraan? Bij Jan Frans Publiek. Frans Publiek. Wat je net zelf al omschreef, of in ieder geval in het interviewtje met Roos. Het gaat heel erg over keuzes maken, over cruciale keuzes maken. Over durf ik het wel, durf ik het niet? Neem ik risico of kies ik voor de veilige weg? Ik denk dat het heel erg aansluit op waar heel veel mensen op dit moment doorheen gaan. Er zijn meer dan 600.000 werklozen in Nederland. Die verliezen hun baan. Die staan voor een keuze. Ga ik nu als een malle solliciteren? Of ga ik een eigen bedrijf opzetten? Of wat ga ik doen? Carry me on. Carry me on. And I'm flying home. Je ziet ineens heel veel twintigers, zoals ik, die in een burn-out zitten. Dat is echt dat is best wel heftig. En daarna vaak ook een depressie. Ook dan sta je voor de keuze, sleep ik mezelf hier uit? Ga ik hier zelf door? Of neem ik letterlijk de keuze eigenlijk om uit het leven te stappen, bij wijze van spreken? Dat is ook aan de hand. Het is een hele cruciale tijd op dit moment. Frits Sissing kijkt me aan en zegt, degene die we vanavond niet meenemen naar de finale is Ruud. Was het echt zo zwaar voor je? Ik weet niet of het op dat moment zwaar was, maar wat ik merkte na de hand in de maanden daarna, dat het keerpunt was. Dus waar het de voorstelling heel erg over gaat, de keerpunten van je leven, zeg maar. Toen viel ik af. Alles wat ik dacht misschien te kunnen bereiken, had ik toen ineens niet meer bereikt. En sta je ineens in Zorro en gaat er een jaar voorbij en dan. Dus het was voor mij het keerpunt om te denken, wow, ik denk dat er iets misgaat in mijn leven, dus ik moet nu een andere kant op. Ik moet gaan.
Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het nog nooit echt terug durf kijken. Behalve een paar weken geleden toen een vriendin van mij me gedwongen heeft om eigen afscheid te kijken. Als een therapie bedoel je? Ik weet niet of het een therapie was, maar ik vind het heel erg moeilijk om naar dat te kijken. Omdat daar komt heel veel gevoel bij kijken wat ik op dat moment had. En nu sta ik daar wel boven ondertussen. Maar het blijft raar om naar jezelf te kijken die daar afscheid neemt of zo. Omdat je denkt, ja, had er niet... Wat gebeurde er nou eigenlijk? Wat was er nou gebeurd die tijd? En je voelde het aan alles, maar toch, wat gebeurde er eigenlijk? Dus, maar ik merkte toen ik dat zag, kon ik wel terugkijken met een bepaalde trots. Zeggen nu je het erover hebt. Ik ging naar Zorro, dat was volgens mij de allereerste try-out. En toen zei ik tegen mijn gezelschap, kijk eens naar Ruud. Volgens mij is die dood ongelukkig. Oei. Zat ik op de goede weg? Maar dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Omdat het dan zou het heel erg overkomen alsof ik ondankbaar ben. Maar dat is het niet. Ik moest omschakelen. Ik was fysiek op. En ik... Weet dat ik na de finale van Zorro heel kort op de afterparty was en meteen de volgende dag in de repetitiestudio stond. Dus ik was fysiek en mentaal helemaal op. En ja, dus dat ligt niet zozeer aan de show, snap je? Dat wil ik even duidelijk hebben. Het ligt niet zozeer aan stage entertainment of Zorro, helemaal niet. Het ligt gewoon aan dat je als mens niet meer kunt. En ja, dus in dat opzicht was ik wel echt heel ongelukkig. Toen je in die periode zat, van je burn-out, van orde op zaken stellen, ja. Hielp zo'n voorstelling als Songs for a New World jou? Ja, zeker. Tuurlijk. En hoe werkt dat? Het is de muziek en de tekst die prachtig geschreven zijn. En ik heb hem nooit live op Broadway gezien of ergens anders, maar ik ken de cd heel goed. En alleen al daarnaar luisteren brengt zo'n enorme sfeer met zich mee. Je hoeft bijna niet eens naar de tekst te luisteren om te begrijpen waar het over gaat. Nou is die tekst ook nog eens heel erg mooi, dus dat komt allemaal goed bij elkaar. Dus ja, dat is zeker iets wat dan heel herkenbaar is en waar je heel erg in mee kan gaan. Het doet je weer even realiseren en beseffen wat je echt wil. Je doet heel veel dingen en allemaal leuke dingen, maar het vuurtje, echt de passie wordt... aangewakkerd door stukken zoals deze. Ja. En wij willen nu met deze Nederlandse versie niet alleen vertaald, maar ook nog eens een eigen versie ervan maken door de teksten tussendoor. Ook. Precies, door er wat teksten tussendoor te planten die over ons gaan. Willen wij het meer naar Nederland trekken en herkenbaarder toch nog maken voor het Nederlandse publiek. Waar Songs mij heel erg in helpt als ik deze muziek aanzet, dan is er hoop. Dan is er liefde. Dan is er warmte en dan is er passie. Dat is wat er is. Ook de nummers. Hear My Song, Flying Home. Vooral Flying Home in mijn geval. Dat is zo'n... die tekst. I'm flying home. Ik ga terug naar het begin. Ik ga terug naar de kern. Ik ga terug naar mijn passie. Naar waar het naartoe moet. En dat is zoiets... Ja, dat helpt je heel erg.